Het thema van de Raad voor Ondernemend Zoetermeer, dat is verbinden. Wij willen bevorderen collectieve belangenbehartiging, het samenwerken van de ondernemingen onderling. En we willen u in de gelegenheid stellen op deze bijeenkomsten te netwerken. In de hoop en de verwachting dat dat leidt tot meer inspiratie en ook betrokkenheid bij de Raad voor Ondernemend Zoetermeer. Welkom aan u allen. De mensen achteraan mogen best nog iets naar voren komen. Ik kijk altijd liefst de leden diep in de ogen. Ik heb u de vorige keer opgeroepen om, je kunt er niet meer omheen, ons te volgen op Twitter. Op RVOZ079. U zult gedwongen zijn om nieuwe vaargeulen op te zoeken. Die niet op uw navigatiesysteem staan. Nieuwe wegen. En zelfs de meest geavanceerde kaartenmakers die tasten op dit moment in de mist. En dan wordt het misschien toch wel tijd voor de ouderwetse misthoorn en het pijlood. Want vaak ligt de oplossing bij uw buurman. Dat kwam ook een beetje omdat ik naar een radio-uitzending die ochtend had geluisterd van de gemeente Zederik. Die een nieuwe stadhuis moesten gaan bouwen en daar niet uitkwamen. En die hebben toen besloten om maar de helft van het stadhuis te bouwen wat noodzakelijk was voor de ambtenaren. En besloten dat de rest van de ambtenaren op locatie bij hun klanten ging werken. Ik dacht, ja, dat is toch ongelooflijk innovatief. Ik daag de gemeente uit om hierover na te denken. Het begint met ambitie. En wij hebben in de RVOZ, u bent hier in grote getale aanwezig, daar ben ik heel trots op. Veel leden met veel expertise hierover. En ik wil u uitnodigen om die expertise te delen. Veel van u kennen waarschijnlijk Pantaya niet. Pantaya is een Zoetermeers bedrijf. Niet alleen een Nederlands bedrijf. Wij hebben ook een aantal vestigingen in enkele buitenlanden. Wij adviseren bijvoorbeeld de Chinese overheid over de haveninfrastructuur. We gaan nu even aan de slag met de thema's. Ongeveer een kwartiertje. Nou, ik denk dat de gemeente moet voorwaarden scheppen. Dat innovatieve bedrijven zitten hier weer. Nou, dus het begint bij voorwaarden scheppen. Ja, en waar blijkt het uit op? Ik denk dat het belangrijkste is dat de essentie van de RVC is belangenbehartiging. Belangenbehartiging en netwerk en zo. Binnenhalen van de Olympische Spelen. In Zoetermeer. De Leeuwenbrink komt. Een hele nieuwe stuk waar ook de HBO-opleidingen moeten tegenkomen. Ja, maar als je een goede netwerkorganisatie wil zijn, moet je je kunnen profileren als iemand. Ja, de structuur van het apparaat. De leider zijn. Ja. Het moet iemand zijn die leiding geeft aan de leiderschap. Welkom op de algemene ledenvergadering van de Raad voor Ondernemend Zoetermeer. Het bestuur is in ieder geval van plan u meer op de hoogte gaan stellen van de overige activiteiten van de RVOZ. Er gebeurt heel wat. De missie van de RVOZ, behartigen van collectieve belangen, samenwerken en faciliteren van de netwerken, kortom, de RVOZ verbindt. Dan krijgt u nu 1 minuut de tijd om iemand anders te zoeken en even de kaartjes uit te gaan wisselen. Gaat u gang. Het zijn verschillende manieren om naar zo'n lokale economie te kijken. Wat u hier ziet is de ontwikkeling van de werkgelegenheid in Zoetermeer. Maar je ziet eigenlijk ook dat per saldo de ontwikkeling van de werkgelegenheid in Zoetermeer behoorlijk achterblijft. En afsluiting en u uitnodigen om vooral heel veel zo meteen aan de boom met elkaar te gaan flippen. Manier oud kunnen worden. En industrie heeft heel veel technologie in zijn koppie. En die technologie die moet je ruim baan geven. En ik denk ook dat er een andere periode is aangebroken van zaken doen met elkaar. Onze regio blijft achter. We hebben hier, ons weet u, een aantal banen. Dat heeft zich in 1973, 1995 al mooi weten te ontwikkelen in onze regio. Dus dat wij in potentie 20 miljard meer per jaar zouden moeten kunnen verdienen in deze omgeving. En de merk Rotterdam is leuk, maar als je dan naar China komt, zeg maar, we hebben 6.000 inwoners, word je ook een beetje, wordt er besmuikt gelacht achter de hand. Als we er meer gezegd hebben, wij moeten meedoen.
Wij kunnen als Zoetermeer, zo afhankelijk van de regionale economie, niet zeggen van iedereen gaat zijn gang, maar dat doen we verder niet aan mee. Als je iets hebt, dat is met kunst ook zo. Soms zie je hele lelijke dingen en je zet er een spotje op en dan gaat iedereen een beetje zeggen, het is kunst. Dus dat wat me iedere keer verbazen, hoe kan het nou toch als je met je medewerkers afspraak maakt, dat ze vol enthousiasme ja tegen zijn. Ze lopen de kamer uit en de komende weken daarna blijken ze heel goed te verwerken dat je ooit je afspraak met elkaar hebt gemaakt. Hoe ze in het volgende level kunnen komen, dan zie je ook dat ze emotioneel afscheid nemen van het vriendje. In het begin. Ja, vaak komen de ouders een kind ophalen en dan zie je, dat het zoontje zegt, hé, oh ja, je was er. Ik heb genoten. Uitdagend. Waarom? Omdat het toch een nieuw beeld creëert waar we over na moeten denken. Nou, ik vond het goed om geïnformeerd te raken over wat er speelt in onze regio. Ik vind dat er een samenwerking is.